Voorzitter, ik kreeg een e-mail van Willem Verbaan. Dat is de vader van Rachel Verbaan. En dat is een zorgmedewerker van 45 die dit voorjaar is overleden aan corona. Ze is uitgebreid geportretteerd in het Parool en je ziet een fantastisch mens in de bloei van haar leven. En ze had niet de beschermingsmiddelen die ze nodig had om haar werk veilig te kunnen doen. Haar vader die vraagt aan mij en aan ons om de verantwoordelijken hier op aan te spreken. En de vraag is dus ook, voorzitter, hoe is het mogelijk dat mensen niet veilig hun werk deden? Hoe is het mogelijk dat niet de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het ECDC, de Europese variant, werden gevolgd? Erkent het kabinet dat het niet veilig was? Is het kabinet ook bereid daar excuses voor aan te bieden en contact te treden met de nabestaanden? En hoe gaat het kabinet voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt? Marijnissen zei het al, het vertrouwen van de zorgmedewerkers, op wie we straks allemaal weer moeten leunen, is aanzienlijk op de proef gesteld. Voorzitter, donderdag hadden we hier debat en ik zei op een gegeven moment, het lijkt wel een debat op de Titanic, als je ziet wat er intussen aan het gebeuren is om ons heen. In dat debat zei de premier, we moeten er alles aan doen om die tweede golf te voorkomen. En een dag later zei zijn vicepremier, we zitten erin, in die tweede golf. Dat is nu aan de hand. En dat betekent dat we nu wel echt alles op alles moeten zetten om het onder controle te krijgen. Als het nog verder misgaat, dan gaat het over duizenden levens en honderdduizenden banen. En dat roept dus de vraag op, hoe gaat het kabinet er nu mee om? En wat zien we dan gebeuren? We zien chaos in het testbeleid. Chaos. 10.000 mensen die een test moeten krijgen en hem niet krijgen. Lange wachttijden. Ontwrichting daardoor in het onderwijs. We zien chaos in het bron- en contactonderzoek. Mensen die naar huis gestuurd zijn, want ze zaten duimen te draaien. Mensen die geen normaal contract kregen. Maar nu, in talloze regio's, wordt het losgelaten. We zien onduidelijke regionale maatregelen. We zien dubbele boodschappen. Mensen blijven thuiswerken en tegelijkertijd een campagne in het OV. Het OV is oké. Stap allemaal weer in de tram. En we zien te midden van dat alles uiteindelijk als maatregel het schrappen van het laatste rondje in de kroeg. En mijn vraag, voorzitter, is wie denkt nu werkelijk dat deze trend gaat keren? En als je dan ziet hoe het kabinet hierover communiceert, dan worden de lessen van de crisiscommunicatie niet toegepast. Blijf bij de feiten. Wees eerlijk. Erken fouten, neem mensen mee. Wat zien we gebeuren? We zien de coronaminister die zegt, ja, maar binnenkort, morgen kom ik met een app en die lost alles op. Even laten, maar binnenkort kom ik met een dashboard en dan kunt u alles nou. Binnenkort kom ik met afspraken over testcaps. Binnenkort kom ik met sneltesten. En misschien komt er binnenkort wel een vaccin. Overpromise en underdeliver, voorzitter. En de premier die staat er dan naast. En we hebben gezien hoe hij dat doet. Die wijst telkens naar de coronaminister. Dus we zien eigenlijk de een die zegt, ja, maar morgen doe ik wel de afwas. Echt waar. En de premier die ernaast staat en zegt, ja, kijk mij niet aan, Hugo zou de afwas doen. Dat is hoe er nu gecommuniceerd wordt. Maar dat wekt geen vertrouwen. Voorzitter, het tij kan nu nog gekeerd worden. En dat is essentieel voor buitengewoon veel Nederlanders. Operationaliseer weer de crisisstructuur, inclusief de besluitvormingsstructuur die erbij hoort. Neem effectieve regionale maatregelen, communiceer daar eenduidig over. Hanteer het voorzorgsprincipe. Liever nu ingrijpen dan straks een leven lang spijt. Dank u wel.